Menig voorbijganger op het marktplein was verwonderd over de militaire aanwezigheid, beter gezegd van de marine in onze stad. Het ging meer in het bijzonder over de bemanning van ons peterschip, de mijnenjager Crocus M917, en over de militaire gezagsdragers die aanwezig zijn op een officiële overdracht van een schip aan een nieuwe bevelhebber, in dit geval aan luitenant ter zee eerste klas Jurgen Klaus. De Crocus is sinds haar waterlating in 1986 het peterschip van Genk. De overdracht gebeurt volgens een strikt militair scenario waarbij de bemanning geschouwd wordt door een hogere bevelhebber. De commandant en de bemanning van het mijnenbestrijdingsvaartuig Crocus heten u van harte welkom op deze plechtigheid. Voor u ziet u de bemanning van de Crocus opgesteld staan. We verwelkomen meneer Wim Dries, burgemeester van de stad Genk, Peterstad van de Crocus. Vipers, muziek aan de directeur operaties. In deze hiërarchie was het kapitein ter zee Tanguy Botman, stafchef van de marine, die de bemanning inspecteerde. Luitenant ter zee, eerste klas, Jurgen Klaus, voorwaarts. Dan werd de nieuwe commandant van de Crocus voorgesteld aan de bemanning door korvetkapitein Erik Cox. U zult erkennen als commandant van het mijnenbestrijdingsvaartuig Crocus de luitenant ter zee, eerste klas, Jurgen Klaus, hier aanwezig. En u zult hem gehoorzamen in alles wat hij u gebiedt voor het welzijn van de dienst en de uitvoering van de militaire reglementen. Muziek aan de commandant van de Crocus. De scheepsbel, die in de periode dat de Crocus volledig voor nazicht en herstelling uit het water gehaald werd, werd in het stadhuis van Genk bewaard. Bijzonder fier zijn op u, commandant, als nieuwe commandant van het schip, maar ook op uw voltallige bemanning, waar ik van overtuigd ben dat u een mooie periode tegemoet gaat om op de Crocus toch de marine en eigenlijk het hele land te dienen. De burgemeester en hoge officieren, samen met kapitein Klaus, tekende dan nog het Gulden Boek. En daarmee was de stijlvolle plechtigheid afgelopen. Echt!
Spreekend! We wensen bevelhebber Klaus en zijn bemanning een welbehouden vaart in de toekomst. All right.